Het is als kanker. Het overkomt je, kanker kiest iemand uit. Nu, in ons geval is onze dochter uitgekozen. Je wordt daar ziek van, je kunt ervan genezen, maar je neemt het wel heel je leven verder mee. Er was eens een heks, Lisa, en twee mooie meisjes. Op een dag waren ze in het spookhuis. Toen zagen ze een standbeeld van een heks. Er stond een naamplaatje, heks Lisa. Nu nog, als ik dat lees, word ik droevig. Hoe diep moet dat bij mijn dochter gezeten hebben, dat zij zichzelf spiegelde aan een heks en dat zij haar pester met haar gevolg ophemelde als mooie meisjes. Dat doet pijn. Ze was ongelukkig. Ik zag haar ongelukkig worden. Ik heb haar altijd gezegd van, kijk Lisa, als er iets is, alsjeblieft, kom naar mij, gelijk voor wat. Praat erover, maar over gevoelens praten in zo'n situatie is niet makkelijk. Dus dat is eigenlijk maar beetje per beetje is dat eruit gekomen. We stonden toevallig in de badkamer in de spiegel te kijken van, Lisa, ben je zeker dat je daarmee akkoord gaat dat we er gaan tegenaan gaan vanaf nu? Toen heeft Lisa gezegd, mama, ik vraag dat eigenlijk al jaren aan jou. De grond zakte weg van onder mijn voeten. Ik had dat niet door. Ik heb mij daar zo schuldig over gevoeld van, waarom heb ik dat niet vroeger gezien? Lisa heeft signalen naar mij gezonden. In het begin dacht ik, het zijn plagerijen, het gaat wel over, dat zijn kinderen onder elkaar. Ik heb me daar verschrikkelijk schuldig over gevoeld. Van, heb ik dat nu echt niet gezien? Ik had het niet gezien. Lisa is herboren. Zij heeft emotioneel een sprong voorwaarts gemaakt, niet normaal. Hoe erg dat het pesten ook is, je kunt eruit geraken, maar je moet proberen de signalen zo vroeg mogelijk te onderscheppen. Banale ruzies tussen kinderen, luister wat er daarachter zit.